Hier zit volgens mij de kok van Contador. Ja. Volgens mij is dit een van de fietsen van Contador, 41. Ja, dat is hem. Die kleine is van Quintana dan, 51. Ja. Goed, hè? Een kleiner fietsje dan de rest. Ja, maar hij is ook niet zo groot. Ja, op dit veldje hebben we dus geslapen. Het was windkracht 8 vannacht, net als nu. Ik zou de hond er niet op uitlaten, maar wij hebben er gelegen. Nu weer op naar de snelweg. Dag 2, op naar de snelweg. 2, liften. We lagen naast de snelweg, dus we kunnen hier gewoon meteen gaan liften. Nee, we moeten wel een stukje verder. Even naar de tolpoort. Amiens. Ja, hopelijk. Oké, okay. Nou, laten we gaan, Robert. Ja, we hopen hier wat tactischer te staan. Bij een peage, een tol. Hopen dat de mensen ons hier wel mee willen nemen. Man. Ik denk dat de mensen hier gewoon niet zo aardig zijn. Zagrijnig kutholle. Ja, filmen. Zal ik er eerst naartoe gaan? C'est bon aussi. Arrasé aussi. Met een oud toerdeelnemer in de auto. Ja, fucking vet. So much for thank you. Take care. Ja, goeie gozer, toch? Ja. Jona Lauka, oud wielrenner. Ook de tour gereden. Oh, kijk uit. Tegenwoordig is hij zaakwaarnemer, onder andere van Alexander Christophe. En die geef ik wel een kansje vandaag. Dit is geen pretje dit. Ik heb al 6 weken geen jas nodig. Kutregen. We zijn hier in Arras. Hier is de start vandaag. Voor het geval we vanavond niet in Amiens bij de finish komen, hebben we in ieder geval dit goud vandaag. We liepen toevallig in de regen richting de McDonald's. Toen kwam bij het tankstation, zag ik een Nederlands kenteken. Ik denk, daar moeten we even op af. En Carlos, mi amigo. En we gaan nu naar Amiens. Dus top. De moraal schiet omhoog. Ja, lala. Carlos, muchas gracias. Gracias a todos. Gisteren dachten we dat we het nooit zou halen. En dan zul je zien dat je er vandaag in één keer als de brandweer bent. We zijn in Amiens, we hebben weer een etappe voltooid. Ik zeg Len, doe je ding jongen. Prachtig. Yes. Len Koeman, 10 vertekenen. Next stop. Dat is wel een aardig gebouwtje. Ja, als ik het zo zie. Dat het best wel eens de grootste gotische kathedraal van Europa kunnen zijn. Len, kun jij mij iets meer vertellen over deze kerk? Het is de Notre Dame van Amiens. Gebouwd in 1269, 1981 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Goed wel. Grijpel pakt zijn tweede etappe. Wij gaan nu proberen naar Laaf te komen. Gisteren een moeizame dag gehad.
maar vandaag drie liften kunnen krijgen. Rison, waar zijn we? In Le Havre. Het is aan zee, dus het is windkracht 12. Dus ik stel voor dat we slaapplekken gaan zoeken waar de tent niet de lucht in gaat. Goed. En dat zien jullie morgen? Ja, vanmorgen.